Gemeente, ik deel u het volgende mede. De ene collecte is vandaag voor de zending en volgende week voor de diaconie. De jeugdcentrale nodigt jong en oud uit om de zangdienst die hedenavond gehouden wordt bij te wonen. Aanvang 8 uur in de Petrakerk. Dankzegging is gevraagd door zuster. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen, Psalm 146, het eerste vers. Prijs de Heer met blijde galmen. Psalm 146, vers 1. Luisteren naar Gods heilige wet en daarna zingen. Psalm 38, het 18e vers. Ik wil mijn misdaan die u tergen. En na de genadeverkondiging, Psalm 103, het 5e vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Dus na de wet, Psalm 38, vers 18. Na de genadeverkondiging, Psalm 103, vers 5. Kom straks op al deze woorden zeggen. Ik ben de Heer. Die u uit Egypte land en uit Egypte uitgeleid hebt, nog iets dat van de naaste is. Dienstknecht van Jezus Christus, verkondig ik aan allen die hun schuld oprecht beleden hebben, de vergeving der zonde. En gemeente, wat is het dan heerlijk met God de toekomst tegemoet te gaan. Amen.
schriftlezing is uit het boek Prediker. Wij lezen Prediker 1. Hoorde van de Prediker, de zoon van David, de koning van Jeruzalem. Ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in eeuwigheid. O, reist de zon op en de zon gaat onder en ze heilt naar de plaats waar die opreist. Ze gaat naar het zuiden en ze gaat ook naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgang. Al de beken gaan in de zee. Nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaan de keren zijn beter. Al deze dingen worden zo moedig dat niemand het zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien, en het oor wordt niet verdoofd van horen. Hetgeen er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden. Zodat er niets nieuws is onder de zon. Is het enige ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. Het is al eens geweest in eeuwen die voor ons geweest zijn. Daar is geen gedachtenis van de voorgaande dingen en van de daarvolgende dingen die zijn zullen. Want dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die namaals wezen zullen. Ik, Prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. En ik begaf mijn hart om het wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiet onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God de kinderen der mensen gegeven om zich daarmee te bekomen. Ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden en zie, het was al ijdelheid en vrij des geestes. Het kromme kan niet rechtgemaakt worden en hetgeen ontbreekt kan niet verteld worden. Ik sprak in mijn hart zeggende, zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd boven allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. En mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap te zien. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid. Ik ben gewaar geworden dat ook dit een kwelling des geestes is. Want in veel wijsheid is veel verdriet. En die wetenschap vermeerderd zwart. Wij willen u een zegen vragen over deze dienst des woords. Vader in de hemel, wij danken u dat het door uw genade weer zondagmorgen mag zijn. En dat wij hier als uw gemeente weer mogen samenkomen om ons te scharen rondom dat woord dat nooit wankelen zal. Dat we hier bij elkaar mogen zijn om weer van u de boodschap te mogen horen die u voor ons bereid hebt op deze zondag in ons leven. Heren, we danken u dat we vandaag elkaar weer mogen ontmoeten in de dienst des woords als predikant en gemeente. En dat we samen uw lof weer mogen zingen. Prijs den Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Heren, we danken u voor al de zegeningen die u ons hebt willen schenken. Ook als gemeente. Dat u voort wilt gaan met uw trouw aan uw volk. Heren, we danken u met allen die ergens dankbaar voor zijn. We danken u voor die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En we bidden u, heren, wilt u ook haar verder
herstel geven. Haar hoop is op u gevestigd. We danken u ook met het echtpaar dat 25 jaar getrouwd mocht zijn. Wat zijn uw weldaden over ons leven groot. En u hebt het ook hun bewezen dat u een God van nabij hebt willen zijn. Heere, God van het verleden, wees ook voor hen die dankbaar zijn voor wat u in het verleden gedaan hebt, de God van gunst voor de toekomst. En wij dragen in het bijzonder aan u op, Heere, de familie Hoek, waarvan man en vader zo plotseling op jonge leeftijd is overleden. Het zijn de roepstemmen die tot uw volk komen. En ook hier gaat een prediking van uit. Hier is grote droefheid door dit plotseling gemis. Heren, we dragen in het bijzonder zijn vrouw en kinderen aan u op met hun familie. En we vragen u, wilt u zelf troost gieten, balsem gieten in de geslagen wonden. Wanneer wij in de nacht van ons leven en in de moeilijke momenten en dagen van ons leven daar bij de slagen staan, dan weten we soms niet waar we het zoeken moeten. Maar geef dat voor uw volk die ene weg niet onbekend zal zijn, ook in het uur van de storm, de weg naar boven. Wilt u hen troosten uit uw volheid? We bidden u ook, Heere, voor het Amerikaanse volk dat straks naar de stembus gaat. Wilt u de weg banen door de verkiezingen naar de vrede? U weet welke man er dan moet komen. Wilt u het Amerikaanse volk zegenen? Stel dat volk tot een zegen voor deze wereld. Maar stel bovenal hen die u uw woord gegeven hebt tot een eeuwige zegen in de tijd. Dat geldt ook voor ons. Ook ons volk gaat straks naar de stembus. En dan zullen wij moeten bewijzen wie wij in de kamer stemmen. Jezus Christus, diens woord en diens getuigenis, of de macht van de vorst der duisternis. Heere, geef dat wij geen belangenvolk zijn, want alles is ijdelheid. Geef dat wij bovenal uw volk mogen zijn dat voor u knielt en voor u buigt. En dat geen telegraaf gaat lezen als er een christelijke krant is en wat heeft vermeld dat ons niet aanstond. Een telegraaf hoort niet in onze gezinnen. Want die drup van het neutrale dat nooit neutraal kan zijn, holt de steen. En straks zullen we de vruchten van plukken in de eeuwigheid. Maak ons een trouw volk dat ook op de dag van het rode potlood weet welke kant het uit moet met ons land en volk. En geef ons samen een gezegende zondag. Sta uw dienstknecht nabij om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij brengen nu de Heere onze gaven en wij willen zingen Psalm 66, de versen 2, 3 en 10. Psalm 66, vers 2, 3 en 10.
Gemeente, de tekst waar wij vanmorgen samen over na willen denken is Prediker 1, vers 2b. Deze woorden. Ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. Tot zover. Na de prediking zingen de gemeente gezang 70, het eerste en het derde vers, het Lutherlied. Geliefde broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus, jongens en meisjes. Wie het boek van de prediker in zijn geheel leest, en dat heb ik in dit geval eens gedaan, doet de Bijbel na lezing van het laatste vers van het laatste hoofdstuk niet opgelucht dicht. Er zijn mensen geweest die van het boek der prediker hebben gezegd dat het boek was van het Oosterse fatalisme. Ga door dat boek ergens een draad waar wij het liever maar niet zo mee te maken hebben. De draad van de kortstondigheid van het mensenleven. Ik zou niet zo ver willen gaan dat ik dit boek zou willen noemen het boek van het fatalisme of van het pessimisme. Zo ver wil ik niet gaan, maar één gedachte komt toch wel op je af. Het ziet er somber uit met dat mensleven, vooral op de lange duur. Je waant je bij het lezen van het boek van de prediker eigenlijk zo'n beetje in een groot bos in de herfst. Wel mooie kleuren, ja. Mooie kleuren over die bladeren. Het leven van de mens heeft zo ook zijn mooie kanten. Prachtig zelfs in dat bos. Rood en geel. Bruin, oranje. Ja, dat wel. Prachtig, prachtig. Maar het zijn de kleuren van de vergankelijkheid. De kleuren van al die bladeren in dat herfstbos prediken tenslotte maar één ding. De dood. Het sterven. Een kleine ritseling van wind door de bomen. En duizenden van die bladeren zeilen op één moment naar beneden. En je kunt door het bos lopend zo'n blad oppakken en het bekijken. En je kunt het nog mooi vinden en het bewonderen. Om zijn vormen en om zijn kleur. Om zijn fantastische schakering. Maar het is, en dat moeten we niet vergeten, het is de kleur van het stervend blad. Niets is hier blijvend. Die boom waar die aan gezeten heeft, blijft jaren staan. Maar de bladeren vallen. Je loopt als wandelaar over een dik sprei van allerlei kleurrijke bladeren ten leste. Maar je weet, die bladeren, die hebben hun tijd gehad en straks komt de winter. De stormen en de regens van de herfst en de koude van de winter. De boom is in dit beeld de aarde. En wij zijn die bladeren, of het willen weten of niet, zo is het. Denk daar ook aan als u straks naar de stembus gaat. Het gaat om het rijk van Jezus Christus. En als ik aan wat anders denk, dan stond ik op dat moment buiten het koninkrijk Gods. Wij zijn de bladeren, de prediker. En de aarde is die boom.
En dat beeld van de herfst komt bij ons op als wij het boek van de Prediker lezen. Ijdelheid der ijdelheden. Het is alles ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, zegt de Prediker. En van al zijn strevingen hier. Ja, de mens maakt zich druk om vele dingen. Moet je de mensen eens horen over de partijpolitiek, hoe ze zich druk kunnen maken. Rode hoofden, je moet ze soms eens horen als ze het hebben over de kerk. Om kleinigheden willen ze elkaar wel in de haren. Ze maken zich druk om vele dingen. Geslachten komen, zegt de Prediker, en geslachten gaan. Maar straks is die mens vergeten. Vergeten. Dan kent niemand hem meer. Hij heeft zich druk gemaakt. Hij heeft gearbeid. Hij heeft lief gehad. Hij is eerzuchtig geweest. Jaloers. Hij wilde dit precies zo hebben en het andere niet anders. En hij legde zijn wil aan andere mensen soms ook nog op. Hij was een kind van zijn tijd bovendien. Hij werd ook in zijn denken en doen als het ware opgenomen door de geest van zijn eigen tijd. En wat dat ander deed, deed hij ook. En de Prediker zegt van de mensen, ook heeft God de eeuw in hun tijd gelegd. Dat betekent de tijdgeest. En dan lijkt het even, broeders en zusters, jongens en meisjes, of de Prediker die kortstondigheid en die vergankelijkheid van het mensenleven even uitspeelt tegenover dat vaste bestaan van de aarde, die maar blijft. Blad en boom. En dat doet hij ook, maar dat doet hij om het verschil aan te duiden tussen de kortstondigheid van het mensenleven en de aarde. Die niet schijnt te zullen wankelen, nooit niet. Maar we weten dat ook deze aarde eens zal voorbij gaan. Jezus heeft het goed duidelijk gezegd. Wij leven in een tijd, broeders en zusters, jongens en meisjes, waarin rondom met kracht stemmen worden vernomen van het pessimisme. Van het fatalisme. Stemmen die twijfel oproepen, bijvoorbeeld ook ten aanzien van de toekomst van deze wereld en de mensheid. Men geeft deze aarde als alles doorgaat, en dan luister ik even naar de grootste pessimisten die je soms kunt horen, nog minder dan 1 mensenleven. Als alles zo doorgaat met vervuiling en met vergiftiging van de gronden en gaat u maar door. Dan geeft men die aarde nog minder dan een mensenleven. En al deze dingen, broeders en zusters, brengen ook de ongelovige mens in de wanhoop. Bedenkt u dat goed. De kerk heeft vandaag grote kansen voor de evangelisatie. Om mensen te brengen tot de kerk. Denkt u niet dat dat niet waar is, want dat is wel waar. Ik heb dat in het jongste verleden nog goed vernomen, dat dat zo is. Ook de onkerkelijke mens zit met deze handen in het haar, met deze dingen. Deze dingen die worden geprofiteerd door mensen met knappe koppen. Dat die aarde nooit meer lang zal kunnen duren. En ze maken zich bang voor zichzelf. Ze maken zich bang voor hun nageslacht. Ze maken zich bang voor de wereld. Ook die wereldlijke mens. Die mens vraagt zich ook af, is dat leven hier op deze aarde met zo'n toekomst voor ogen en ook voor de jeugd enzovoort. Is dat nog wel een zinvol leven? Is alles niet zinloos? Nou, wat is dat dan anders dan wat de Prediker zegt? Die zegt toch ook, alles is ijdelheid. Zinloosheid betekent dat. De mens is erg knap geworden. De wetenschap heeft grote vorderingen gemaakt. Op het gebied van de ruimtevaart, de ruimtevluchten, heeft die kortstondige, knappe mens het ongedachte gepresteerd door reeds een paar maal te landen en te staan op een hemellichaam, op de maan. En men gaat door, ruimtevluchten naar Mars, ruimtevluchten naar Venus, men is ermee bezig. Wat is die mens al, die kleine, nietige mens? Waar de Bijbel ook van zegt dat die minder is dan een stofje aan een weegschaal en een drup aan een emmer. Wat is die mens al groot geworden in deze tijd? Hij stond op een hemellichaam. En nu zegt de Prediker ook dit alles.
is ijdelheid. Wat er ook komt. Want zegt de prediker, en daar kunnen we even een beetje vreemd tegen opzien, er is geen nieuws. En er komt ook geen nieuws, want wat er nu komt, dat is al geweest. Sterke uitspraak van die prediker. Dan kunnen we zo eventjes tussen de gedachten door, tussen de regels doordenken, maar is dat nu wel juist? Is Gods woord hier nu wel? Klopt dat hier nu wel? Er zijn toch veel nieuwe dingen. En ruimtevluchten zijn er tevoren toch nooit geweest? Dat staat toch vast? Nee, dat staat inderdaad vast. Maar zo mag men het hier ook niet verstaan. Maar de mogelijkheden die God op zijn tijd de mens heeft doen ontdekken uit deze zijn schepping, die lagen reeds lang in die schepping verborgen en verankerd. En God zelf heeft die mogelijkheden in de schepping gelegd. God zelf heeft die verborgenheden die mens op zijn tijd, en dat moet er goed duidelijk bij, doen vinden. Dit was zijn tijd. De tijd van ons. In deze tijd moeten wij leven. Door de vindingen van de kernsplitsing zijn wij het atoomtijdperk binnengetreden. De mens ontdekte door die kernsplitsing welke enorme krachten er vrij kwamen bij het splitsen der atomen. En als de prediker ooit gelijk heeft gehad, broeders en zusters, jongens en meisjes, als die ooit zichtbaar gelijk heeft gekregen, dan is het wel op dit gebied zeer aanwijsbaar. Ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. Wetenschap baart smart. De mens werd bang voor zijn eigen vindingen. En geen wonder ook. Na de grote verschrikkingen die de eerste atoombommen op Nagasaki en Hiroshima te zien hadden gegeven. De prediker zegt, wie wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart. Meerdere atoomgeleerden hebben die smart ondervonden toen zij gingen doordenken welke de ontzettende gevolgen van hun wetenschap konden zijn. En er zijn er geweest die zich in de zelfmoord hebben gestort toen ze daarop doordachten. Ze konden met de smart van hun eigen vindingen op het gebied der wetenschap niet langer leven. En ze maakten er een einde aan. Wie wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart. Ja, dat is onze wereld, broeders en zusters, dat is onze wereld. Ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid. En in die wereld leven ook wij. In diezelfde wereld marcheert ook de kerk van Jezus Christus onder leiding van haar koning de toekomst tegemoet. Soms met gebogen hoofd. Soms met geboeide polsen. Soms ook in tranen. En wij kunnen vragen, maar is er dan geen hoop? Is het dan allemaal zo donker? Is er dan niet anders op de wereld dan ijdelheid? Is dat dus alles? Kunnen wij de hart dan maar niet beter in de wilgen hangen, net als de ballingen in Babel, zoals Psalm 137 zegt? Zijn wij eigenlijk met elkaar niet de gevangenen van al deze schrikbeelden van de toekomst? Zijn wij dan hier geen vreemdeling, zegt ook Psalm 119 dat niet. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Ja, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat is zo en dat moeten wij steeds goed bedenken. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Daarheen uw blik gericht. Velen zeggen het leven is hier. Ook christenen zijn er genoeg die dat zeggen. Ze zeggen je moet er wat van maken. Ze menen dat je met doe, met zoiets als ontwikkelingshulp, hoe nodig dat op zichzelf ook is, alleen al
zonder die verticale band met de heiland, dat je dan wel gedekt bent. Ze maken zich niet zo druk over de persoonlijke bekering en in de kerk komen ze maar weinig. Dat is dezelfde houding waar Luther zo tegen gestreden heeft in 1517. Het is in de aard der zaak weer een afglijden naar de gedachte dat goede werken de deur naar het vaderhuis kunnen ontsluiten. En Luther betuigde sola fide, alleen door het geloof. De mens wordt om niet gerechtvaardigd, alleen door het geloof, zonder de werken der wet. Luther heeft daar niet mee willen zeggen dat wij geen goede werken behoeven te doen. Daar zal het ware geloof en de liefde tot Christus de gelovigen, de ware gelovigen, ook wel toe dringen. Maar die verticale band met God, de band aan Christus en de dagelijkse bekering, die moeten er zijn. Nee, zij die zeggen dat het leven hier is, hebben voor zover zij bedoelen hier alleen beslist ongelijk. Wie zo leeft, leeft alleen maar het leven van het is ijdelheid hier beneden. En Gods diagnose over zo'n mensenleven zonder de band met Christus is ook ijdelheid. Maar de prediker heeft op deze tekst een hoopvol vervolg. Ik weet, zegt hij, dat al wat God doet in der eeuwigheid is en zal zijn, daar is niets aan toe te voegen en daar is niets van af te doen. En dan komt het, dan wijst hij kortstondige mensen die in de kerker van de ijdelheid leven, die in die kerker van de ijdelheden gevangen zitten, de weg naar het open venster van de eeuwige verten van Gods liefde. En dan vervolgt hij in hoofdstuk 3 vers 14, en God doet dat opdat men vreze voor zijn aangezicht. En in het slot van zijn boek wijst hij ons die weg opnieuw. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak, vreest God en houdt zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. En dan mag hij, als hij de bezigheden der mensen gezien heeft, zeggen ijdelheid. Hij mag op dat refrein doorgaan en ook ons leven blijven beklemmen onder de ijdelheid. Maar broeders en zusters, dan komt Jezus in Johannes 11. En dan zien wij, daar is pas een begrafenis geweest in Bethanië. Wat was er een grote droefheid daar in Bethanië. Lazarus was gestorven, ook zijn leven was een vergeeld herfstblad. Het was als een vergeeld herfstblad ook naar de aarde gegleden. Ook zijn leven was zelf ijdelheid. Maar die ijdelheid verandert als Jezus Christus op je afkomt. Als de levensvorst op ons graf toewandelt. Jezus weent om de vergankelijkheid. Dat heeft hij gedaan bij het graf van Lazarus. En hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid. Ook Lazarus was ijdelheid. Maar als Jezus in zijn buurt komt, is die geen ijdelheid meer. Dan gloort er voor Lazarus een vervolg op zijn leven. En broeders en zusters, dat is ook voor ons allemaal het geval. Wij kunnen Jezus bij het graf van Lazarus al zien danken dat hij hem gehoord heeft voordat Lazarus uit het graf wordt geroepen. Maar als Jezus dan ook roept, Lazarus kom uit, dan is Lazarus weer tot het leven terug. En dat is ook onze toekomst. Dat is ook onze troost. Aan de horizon van deze wereld gloort reeds een grote morgen. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan, zegt Jezus. En Luther heeft dat woord van Jezus ook bezongen toen hij zong, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Beef, Satan,
Hij die ons geleidt, zal u de vaandel strijken. Broeders en zusters, jongens en meisjes, met dat woord van God in uw handen en in uw hart, voorwaarts de toekomst tegemoet. Gods toekomst tegemoet. Met Gods eeuwige beloften. Vrees niet, hij is onze levende deur in het dal van, in dit dal van Achor. Hij is de deur der hoop. Maranatha. Jezus komt. Amen. Zusters, zoals u al gezien zult hebben, was het voor dominee Hartel te vermoeiend om deze dienst af te maken. Daarom heeft hij ook vroegtijdig zijn preek moeten beëindigen. Mevrouw Hartel, familie. Daarom heeft hij ook vroegtijdig zijn preek moeten beëindigen. Zullen wij de Heere danken voor deze dienst? We danken u, Hemelse Vader, dat we deze morgen uw woord weer gehoord hebben. Uw woord dat ons sprak van de vergankelijkheid van het leven, maar dat ons ook een wees naar uw grote toekomst. Leer ons toch allen, ook wanneer wij in de donkere dagen van het leven gekomen zijn, niet stil te blijven staan bij de vergankelijkheid van het leven, maar dat we heen mogen zien, ook over een open graf naar uw grote toekomst, waarop gij, Heere Jezus, alles zult zijn in allen. Leer ons toch allen daaruit te leven, oud en jong. Ook wanneer het leven ons toelacht, wanneer we denken dat het leven ons alles te bieden heeft.
Leer ons toch vast te houden aan u en aan uw woord. Geef die zegen aan onze jonge mensen, dat ze boven het rumoer van de wereld uw stem mogen horen, uw stem die ons nodigt om tot u te komen. Sterkt u ons, wilt u zijn met dominee Hartold. U weet, hij had zo graag deze dienst willen beëindigen. Uw weg is anders geweest, maar wilt u hem toch genadig zijn. Heren, we waren zo dankbaar dat u juist vanmorgen hier het woord u mocht vervullen, het woord mocht verkondigen. Iets wat de wens van zijn hart is. Maar uw weg is weer anders geweest, maar wilt u hem en zijn gezin toch genadig zijn. Verblijd ons allen, verblijd u het gezin, dominee Hartold. Verblijd u onze gemeente toch met uw daden, opdat alles weer goed zal gaan. Geeft u ons allen een rijke zondag. Leer ons toch vandaag, leer ons al onze dagen dicht te leven bij u en bij uw woord. We willen onze zonden vergeven, onze dank aanvaarden. We vragen het van u uit genade. Amen. We willen samen onze slotzang zingen zoals aangegeven is op het bord. Dat is Psalm 84 vers 2 en 3. Zelfs vinden we zijn huis, o Heer, en welzalig hij die al zijn kracht. 84, 2 en 3. Laten wij onze harten tot God verheffen.
en bidden om de zegen des Heren. De Heere zegene ons en Hij beoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.